We zouden willen dat al onze gadgethoesjes eetbaar waren. Dan konden we bellen en een wafel van de telefoon afbijten. Een chocoladesnack nemen of genieten van Skittles. Bekijk verse ideeën van eetbare hoesjes in onze nieuwe video. Geen munt in de doos. Er is niets meer voor mij. Het is niet eerlijk. Ze pakt haar telefoon. Bingo! Ik weet waar ik TikTok kan krijgen. Omdat Linda een hele voorraad heeft in haar Simpsons telefoonhoesje. We hebben een platte plastic bak nodig van de juiste grootte. We hebben een wiskunde speelgoedzetdoos. Knip het teveel eraf. Knip het dopje aan de bovenkant eraf, zodat je de camera van je telefoon open kunt doen. Smeer de zijkanten van het bovenste gedeelte in met acrylverf. Zet het doosje op je telefoonhoesje. Open het afgesneden deel van het dop. Markeer een gat voor de camera. En snij het cameragat uit op de bodem van de houder met een verhit mes. Bevestig het hoesje en de houder. Vul het met gele Simpsons TikTok pepermuntjes. Bevestig een bedrukt TikTok etiket aan de bovenkant van de houder. Knip de Simpsons afbeelding uit de originele wikkel. En bevestig het aan de container. Bedek de binnenkant van het cameragedeelte met acrylverf. Ik maak het telefoonhoesje open en eet een paar TikToks. Bovendien zit er een geheime deur in het telefoonhoesje. Open het en neem geweldige foto's. Je zult je zeker niet vervelen met dit telefoonhoesje. Het is tijd voor een theepauze. Maar het meisje met de blauwe ogen slaagt er niet in haar favoriete snoepje te vinden. Ze legt per ongeluk een KitKat op de telefoon. Dat brengt Emma op een geweldig idee. Wat als we een telefoonhoesje en chocolade combineren? Verf een telefoonhoesje rood. Je mag het midden zonder verf laten. Snijd twee KitKat-repen op de maat van een telefoonhoesje. Snij een klein en een groot stuk af. Smelt de pure chocoladedruppels. Smeer de warme chocolade op het telefoonhoesje. Maak de KitKat-repen zo vast dat ze het hoesje bedekken tot aan het gaatje van de camera. Snij het midden uit de wikkel en plak de gekartelde rand met dubbeltape vast. Bevestig het etiket aan de zijkanten van de telefoonhoes die de onderkant van de KitKat-reep bedekken. Het KitKat-telefoonhoesje ziet er erg lekker uit. Een reep chocolade is precies wat mijn telefoonhoesje nodig heeft. Je kunt nu meteen een chocoladefabriek bellen. Het is jammer dat het meisje met de blauwe ogen niet zo'n telefoonhoesje heeft. Het meisje met de blauwe ogen zoekt naar haar organisch voedsel in het bos. Honing bijvoorbeeld. Maar alle bijen zijn verdwenen. Komt dat door de luchtvervuiling? Of misschien zijn ze op zomervakantie? Heb ik me laten meeslepen met het Winnie de Pooh boek. Daarom heb ik dit honingtelefoonhoesje. Boom! De honingjager en de Winnie de Pooh laser botsen tegen elkaar op in het midden van het bos. Dus dit is waar alle bijen zijn. Bestrooi een plank met stijfsel en rol er gele suikerpasta uit op de grootte van een e-reader. Bedek het apparaat met plastic folie en doe er suikerpasta op. Gebruik een honingraadschabloon om een afdruk op de suikerpasta te maken. Rol oranje suikerpasta uit en maak er een grote honingraadafdruk op. Snij er een paar zeshoekige gaten uit. En snij de oranje suikerpasta uit op dezelfde grootte als de e-reader. Bevestig de oranje honingraten op de gele basis met eetbare lijm. Snij enkele honingraten aan de randen af. Vorm een paar bolletjes van de gele suikerpasta. Maak een puntig uiteinde. Dit is een bijensteek. Teken zwarte strepen en een bijengezicht met een voedselstift. Maak twee gaatjes in het lijfje met een tandenstoker. Voeg vleugels van ouwelpapier toe. Knip de boven- en de onderkant van het papierdoosje af. Draai het om en knip de overtollige suikerpasta aan de voorkant eraf. Haal de e-reader eruit. Haal de wikkel eraf. Leg het apparaat in het hoesje. Bevestig de bijen met eetbare lijm.
Het meisje met de blauwe ogen vindt mijn hoesje erg leuk. Deze lieve bijtjes zijn zo schattig. Bovendien, als je honger krijgt kun je altijd een hapje nemen van de zoete honingraten. En de bijtjes zijn helemaal niet gevaarlijk. Ze zijn nog eetbaar ook. Deze e-reader is zoeter dan honing. Geïnspireerd door de geweldige bijen verdwijnt het meisje met de blauwe ogen met mijn honingkoffer terwijl ik naar een vlinder kijk. Het meisje met de blauwe ogen schildert. Ze is bezig met haar schilderij meesterwerk. Ik denk niet dat iedereen dit abstracte schilderij kan begrijpen. Maar Emma komt met een idee. Het abstracte schilderij van haar vriendin lijkt op Lego. En dat brengt haar op een idee. We gaan gelei, Lego en technologie combineren. Los gelatine op in water. Voeg gecondenseerde melk toe, zodat de gelei niet helder is. Meng het goed. Scheid wat gelei af. En meng het met voedselkleurstof. Vul er een Lego-vorm mee. Meng verschillende voedselkleurstoffen en maak Lego-details van verschillende kleuren. Blauw, roze, groen en rood. Laat ze uitharden. Haal de gelei uit de vorm als het klaar is en bevestig de details op een telefoonhoesje met eetbare lijm of gelatine met water. De gelei Lego om precies te zijn, want je kunt de zoete jelly details van je telefoon scheuren en opeten. Dit is wat wij noemen een eetbaar kunstwerk. De vriendschap van de meisjes is erg verraderlijk. We zitten rustig te kletsen en plotseling verschijnt er een pakje Skittles. Oh, deze jongen kan een wicht drijven tussen de meiden. Het stoepjesgevecht is vrij ernstig. Niemand wil zich terugtrekken en opgeven. Helaas is het pakje Skittles dat het als eerste opgeeft en verandert in een kleurig telefoonhoesje. Scheid Skittles op kleur. Smelt pure chocoladedruppels in een dubbele boiler. Bedek een telefoonhoesje met de warme chocolade. Maak kleurrijke strepen van de Skittlesnoepjes vast totdat de chocolade hard is geworden. Breng de chocolade aan op de zijkanten van het telefoonhoesje. Laat het hard worden. We krijgen een heel zoet hoesje en we gaan er niet voor vechten. Het is een kleur voor iedereen. We maken ons klaar voor een themafeest. Deze keer hebben we een exotisch thema uitgekozen. Reptielen. We bestuderen krokodilideeën op een tablet. Deze ziet er goed uit. Zo'n prachtige staart. Mijn vriend komt ineens met een idee. Laten we een krokodillenhoes voor een tablet maken. Maak gele citroengelei. Voeg er een paar druppels groene kleurstof aan toe. Giet de gelei in een krokodilvorm. Laat het uitharden. Plak de naam Lacoste op de tablethouder. Zet de uitgeharde krokodil uit de vorm op het doosje. Gebruik een rietje om een dun laagje citroengelei op het doosje te doen. Laat het uitharden. Linda haast zich naar me toe met haar geleipakje. De krokodil erop ziet er helemaal niet angstaanjagend uit. Integendeel, hij is heel zacht en hij trilt. Dit etui is beslist beter dan een krokodillenleren accessoire. Neem lepels en geniet van het exquise krokodillendessert. Waarom zeggen ze dat krokodillen niet eetbaar zijn? Natuurlijk zijn ze dat wel. Alles is mogelijk in Emma's magische restaurant. Je bestelt Belgische wafels, maar je krijgt een nieuw telefoonaccessoire voor in de plaats. Breng honing aan op een telefoonhoesje. En maak er Belgische wafels op vast. Draai het hoesje om en knip een cameragat uit. Bedek de wafels met de honing en bevestig er geleibessen op. Giet de honing over de bessen en de wafels. Voeg een paar muntblaadjes toe. En bestrooi alles met poedersuiker. Emma verwisselt de borden en brengt de bestelling. Het ziet eruit als een echt dessert. Het meisje met de blauwe ogen probeert de wafels met een mes te snijden. Maar een plastic fundering laat haar dat niet doen. De kist houdt de wafels stevig vast. Dit toetje is erg handig. Je kan je telefoon erin stoppen en een snack nemen. Gedurende de dag. En je vriend bellen. Emma zal zeker antwoorden op haar wafeltelefoon.
Vond je onze lekkere ideeën leuk? Schrijf dan in je reactie welke eetbare hoesjes jij voor je gadget gaat maken. Een zoet wafeltelefoonhoesje? Een jelly Lego hoesje? Of ga je een schattige krokodil op je tablet zetten? En vergeet niet je duim omhoog te doen, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen nieuwe zoete ideeën mist op het Troom Troom kanaal.